De politieke partijen A20 en Doel gaan samen de verkiezingen tegemoet. Wat volgens Doel-partijvoorzitter Steven Alfaizi een stukje geschiedenis is en verandering richting integer leiderschap betekent. Woensdag vond de samenwerkingsronde ondertekening tussen de twee organisaties plaats. Alfaizi geeft aan dat de samenleving naar integer leiderschap hunkert. En dat is integer eerlijk leiderschap. Wat je zegt, moet je doen. En wat je doet, moet je zeggen. Niet wat je zegt en morgen is het iets anders. Dat is geen integriteit. En daarmee begint het en daarmee eindigt het. Ik ben blij dat uiteindelijk alle neuzen in één richting wijzen. We hebben kunnen tonen dat wat men als onmogelijk heeft beschouwd. Men zegt van kleine en jonge partijen die hebben ego's. Ze zijn vanuit partij politieke belangen zullen ze nooit in staat zijn om een samenwerking te smeden. Alfaizi verklaart dat het aangaan van de samenwerking niet mals was. Partijvoorzitter A20, Steven Rijmen, gelooft dat het algemeen belang vooropgesteld moet worden. Ik heb toch drie schatsen. Sande belangrijk, Brangasisa, is dat hij alle partijen propageert door elkaar dienstbaar leiderschap. En dienstbaar leiderschap, wat is mijn verstand? Bijvoorbeeld, afvast van mij zie bepaalde man. Een tak over dienstbaar leiderschap en de demonstreren aan dienstbaar leiderschap, dan misschien dat de mannen lezen aan woordenboek, die lezen dat de woordenboek aan bakken toon, aan definitie. Maar aan definitie voor dienstbaar leiderschap is dat je het algemeen belang boven alle andere belang boven stelt. Dus ook het partijen en het partijen politieke belang. Rijmen zegt ook dat het collectief, kort gezegd, heel Suriname wil dienen.